Wanneer is dit gedaan en hoe lang zijn jullie bezig geweest? Nou, het is nu net klaar. We zijn in oktober begonnen. Het is bewust gekozen om het voor het broedseizoen klaar te hebben. De natuur is belangrijk voor ons allemaal. Maar de natuur staat onder druk. Door de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert het aantal en de variatie van planten en dieren. De komende jaren gaat de provincie samen met partners extra maatregelen uitvoeren om de natuur te versterken. Aan de ene kant willen we dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Aan de andere kant willen we de schade die stikstof aanricht aan de natuur met maatregelen herstellen. Dit is nodig voor de bescherming van verschillende planten en dieren en hun leefgebieden. Marco, waar lopen we? Waar zijn we? Nou, we zijn in een recreatiegebied. Het Wisken is een recreatie- en een natuurgebied. Samen, in één. En het ziet er nogal drassig, eigenlijk een beetje treurig uit. Waarom? Nou, ik wil eerst zeggen dat het ook koud is. Het is eind maart. Maar het is drassig en nat, omdat hier natuurherstel heeft plaatsgevonden. Hier was voorheen een bos. Het was helemaal verland. Het was helemaal geen rietveld meer. En wat is daar mis mee? Nou, dan vinden de doelsoorten die wij als recreatiegebied hebben, die voelen zich niet meer zo thuis. Het is geen rietveld meer. Het wordt meer een moerasbos. Dus er zijn bramen, wilgen, berken en eigenlijk te weinig riet voor bijvoorbeeld de roedom. En we hebben hier de natuur eigenlijk weer teruggebracht zoals het was. Dus nat, plas, drassig, een beetje blubberig. En daar moet er zelf weer een mooi rietveld gaan ontstaan. Daar hebben we nu de ideale omstandigheid voor gemaakt. Ja. En dan daar de bepaalde vogelsoorten zich daar weer lekker thuis gaan voelen. Maar je hoort verschillende vogels al, ze zijn best actief. Ik zag net al kievieten vliegen, er zitten wat ganzen, de meerkoetjes. Dus ze weten de plek al te vinden. Mooi om te zien. En hoe zou dit er over 2 jaar dan uit moeten zien? Wat is de gewenste situatie? Nou, dan hoop ik dat het een heel mooi rietveld is. Maar dan moeten er dus geen bomen, willig en bramen meer staan. Maar gewoon een mooi rietveld waar de doelsoorten zich thuis voelen. En waar eieren worden gelegd? Hopelijk ook eieren worden gelegd, ja.